En welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En in deze video heb ik een kettingcollectie, kettingstash-achtig iets voor jullie. Ik ga namelijk al mijn kettingen aan jullie laten zien. Ook al een keertje eerder gedaan met al mijn oorbellen die ik heel veel droeg. Die zal ik hierboven even linken. Ik vond het echt een super leuke video om te maken. Omdat ik het zelf ook heel erg leuk vind om te kijken. Soms dan heb ik gewoon zin om wat nieuwe kettingen of leuke bijvoorbeeld earparties of zo te aan te schaffen. Maar dan vind ik het lastig om bepaalde leuke merken te vinden. En dan kijk ik dit soort video's altijd. En dat vind ik altijd super handig om dus te kijken. En vandaar dat ik dacht, hey, dit is een leuke video om op te nemen voor jullie. Zoals de meeste van jullie denk ik al weten, draag ik vooral alleen maar zilveren sieraden eigenlijk. Laten we nu snel gaan beginnen. Vergeet je niet te abonneren hieronder en een duimpje omhoog te doen als je meer van dit soort video's leuk vindt. En dan ga ik beginnen met de eerste ketting. Ik heb hier op mijn kastje een sieradenhouder. En hier heb ik eigenlijk mijn meest gedragen kettingen ophangen. En zoals je ziet is dat best wel veel. Ik vind een ketting namelijk je outfit helemaal afmaken. Zoals ik wel vaker zeg in mijn video's, vind ik sieraden echt de outfit maken gewoon. Dus ik hou er echt heel erg van. Dus ik heb er ook best wel een aantal. Ik denk dat ik gewoon per merk ga benoemen en laten zien welke sieraden ik heb. Ik denk dat dat het handigste is. En dan begin ik bij My Jewelry. En dan begin ik allereerst bij dit kettingje. En dit is een kettingje waarbij een bedeltje aan hangt met Live, Love, Love. En hier zitten groene edelsteentjes aan. En als het goed is dat Malachite of Malachite, een van de twee. En dit is een wat korter kettingje, maar echt heel erg leuk. En dit kan je super stoer combineren met een stoere outfit. Of als je bijvoorbeeld, ik heb een groene broek bijvoorbeeld, om dan dit terug te laten komen in je kettingje. Ik zal kijken of ik bepaalde kettingen misschien nog kan vinden die te koop zijn. Op de website. Stel je voor het is te koop, zal ik even een linkje zetten in de beschrijving. En anders zet ik sowieso de linkjes van de websites in de beschrijving. Maar sowieso vind ik sieraden van My Jewelry echt heel erg fijn. Ik douche er nooit mee, dus ik weet niet of ze verkleuren als ze echt nat worden. Maar ik draag deze gewoon best wel veel. En ik doe ook als parfumer overheen spuiten, want ik weet dat dat niet de bedoeling is bij kettingen. Maar ik merk dat bij My Jewelry dat het de ketting niet aantast of zo. Dus zeker een aanrader om daar sieraden te bestellen. Dan is dit de volgende ketting die ik bij My Jewelry heb gekocht. En dit is een ketting met een munt. En hier staat een soort van koning of koningin op. En dit geeft gewoon echt een hele leuke soort van wat meer vintage-achtige look aan je outfit, vind ik zelf. En deze combineer ik dan met een korte maat en een lange maat ketting. Die zal ik er ook gelijk even bij pakken. Die combineerde ik met deze lange ketting. En hier is een bedel met La Vie est Belle. En die heeft hetzelfde soort koordje. Waardoor het juist heel leuk is om dat dus te combineren met elkaar. En dan combineerde ik hem ook met deze ster. Ik denk dat jullie het zo niet zo goed kunnen zien hoe de ketting eruit ziet. Maar ik zal close-up beelden laten zien voor jullie. Maar deze drie combineerde ik dus heel erg veel met elkaar. Om zo een wat speelser effect te geven aan bijvoorbeeld een simpele trui. En dan heb ik ook nog dit kettingje. En die heb ik ooit bij de Kruidvat gekocht van de My Jewelry lijn, zeg maar. Toen verkochten ze een aantal kettingjes van de My Jewelry lijn. En daar hoorde deze onder andere ook tussen. En hier zitten gewoon allemaal kleine rondjes aan. Deze verkopen ze volgens mij nog steeds. Dan heb ik hier nog een ketting van My Jewelry. Zoals je ziet ben ik inderdaad heel erg fan van hun. Dit is meer een beetje een choker idee met grote schakels. Dus dit is echt wel een grove ketting.
En dan heb ik hier de laatste die ik van mijn jewelry heb. En dit is echt een heel fijn klein kettingje. En dit is met zwarte onyx, als ik het goed heb. En weer malachite of malachite. Dus deze combineer ik ook heel vaak met de eerste ketting die ik aan jullie heb laten zien. Het is gewoon een heel schattig fijn kettingje met drie mooie bedels eraan. En dat was dan ook de laatste ketting die ik heb van mijn jewelry. En dan ga ik nu door met Kralenindustrie. Daar heb ik namelijk ook heel wat kettingjes van. En het is geen website, maar het is een Insta-shop die ook dingen op United Wardrobe verkoopt. En zij maakt kettingen, armbandje en enkelbandje allemaal van kraaltjes en bedeltjes eraan. Dus echt super cute. In de zomer heel veel gezellige, vrolijke kleurtjes natuurlijk. En nu richting de herfst wat meer herfstige, wat donkerdere kleurtjes. Dus ik zal jullie laten zien wat ik van Kralenindustrie heb. Dit zijn mijn nieuwste aankoopjes. Die heb ik deze week binnengekregen. Het fijne is dat je haar een DM kan sturen met: hey, ik wil iets met blauwe kralen, ik zeg maar wat. En iets met dit soort bedels. Heb je dit? En dan stuurt ze allemaal foto's van kralen in het blauw die ze heeft. Of kettingjes die ze al heeft gemaakt in het blauw. Of je ziet bijvoorbeeld een leuke ketting, maar die wil je in een andere kleur. Ze is echt super flexibel en dat maakt het gewoon heel erg fijn dat alles naar jouw wens kan eigenlijk. Ook de maat, de lengte. Dus heb je wensen, zou ik zeker haar een DM sturen voor wat mogelijk is. En ik had dus gevraagd voor iets in met blauw. En dan twee kettingjes, omdat ik dat heel erg leuk vind om met elkaar te combineren. En allereerst deze met bedeltjes. En dan deze met diezelfde blauwe kraal. En dan met zilveren kralen, witte en donkerblauw. En dit is echt ideaal voor dit seizoen eigenlijk en voor in de winter. En deze ga ik denk ik zeker heel vaak dragen. Dan heb ik hier nog een kettingje. Een heel schattig kettingje met lichtroze, wit, zilver en een soort lichtgroen. Echt. Dit past ook bij super veel dingetjes en ik ben hier ook nog steeds heel erg blij mee. Dan heb ik ook dit witte kettingje met hieronder een soort van edelsteenachtig iets. Ik denk niet dat het officieel een edelsteen is, maar het is gewoon een heel mooi steentje die lichtgroen is. En dit vond ik echt super fijn om te hebben, om te combineren met wat mooie basic outfits of juist hele drukke outfits. En dan gewoon een witte ketting met een mooi groen detail. En heb ik als laatste ook deze witte ketting met hieronder mintgroene kralen en een schelpje eraan. En dit vind ik echt super tof voor in de zomer. Ik zou dit nu niet zo snel meer dragen als ik eerlijk ben. Dus ik bewaar hem gewoon weer lekker voor de lente en zomer. Maar ik vind deze nog steeds super super leuk. En dat waren alle kettingen van Kralenindustrie. Het volgende merk is Jules. En daar heb ik echt super veel oorbellen van. Die heb ik ook allemaal laten zien natuurlijk in die oorbellencollectie video. Maar daar heb ik ook een kettingje van die ik jullie nu ga laten zien. Het is gewoon een heel schattig kettingje met een soort driehoek spekkie vorm, zeg maar. Of nee, het is geen driehoek. Het is een ruitvorm. Zo, dat woord zocht ik. Het is een ruitvorm, bedeltje. En ook dit is echt een heel mooi kettingje die ik super vaak draag. Omdat die gewoon echt gecombineerd is met alles. En deze heb ik ook van Jules. Dit is een zonnetje met een soort diamantje in het midden. Maar verder is ook weer een heel mooi subtiel kettingje die ik echt heel veel draag. Dan gaan we door met het merk Lucy's. En hier ben ik ook helemaal weg van. Hier heb ik ook super veel oorbellen van. Dus als je benieuwd bent naar het merk Lucy's verder, dan zou ik je zeker even naar die video linken. Maar daar heb ik ook dit mooie kettingje van. Het is een schakelketting die nu echt helemaal in zijn. Dus deze verkopen ze vast ook nog wel. Volgens mij hebben ze geen webshop, maar alleen maar fysieke winkels. Maar eentje zit er in Leiden en daar kom ik wel eens en heb ik dus ook deze gekocht. Je kan deze echt super subtiel combineren in de, ja, in zijn eentje zeg maar. Maar je kan hem ook heel makkelijk combineren met meerdere kettingjes. Dus ook zeker een aanrader om dit soort basic kettingjes te kopen als je echt een leuke kettingparty, noem je dat dan zo, in plaats van een earparty. Ik weet het niet, maar als je leuke kettingjes wil combineren is dit soort, zijn dit soort basic kettingjes natuurlijk echt een aanrader. Ik weet niet meer 100% zeker of die van Jules is of van Lucy's. Maar in ieder geval van één van de twee. En dit is echt een heel leuk kettingje om naar een festival te dragen. Of lekker in de zomer.
Het kan natuurlijk ook gewoon in de winter hoor. Maar ik heb altijd gewoon bepaalde associaties bij kettingen of oorbellen. Waar ik het leuk mee kan combineren. Maar deze vind ik ook nog steeds super leuk. Ik combineer hem echt nog heel erg vaak met mijn outfits. Ook hier zou die echt super leuk bij staan. Dan heb ik hier nog een kettingje van Kersvers in Alphen. En zij verkochten dit weer via iemand anders. Dus ik zal even diegene in beeld zetten van wie deze kettingjes echt zijn. Zij had een soort van klein shopje binnen Kersvers. Maar deze heb ik echt een jaar geleden of zo al gekocht. En dit is gewoon een heel schattig roze kettingje met bedeltjes wederom. En hier ben ik nog steeds heel blij mee. Dit is ook heel makkelijk te combineren met alles. Omdat het gewoon een kleur is die eigenlijk bij heel veel past. Dan gaan we door met de Hema. En daar heb ik ook één kettingje van. En deze heb ik pas geleden gekocht. Hij was in de sale. En ik denk dat dat komt omdat het gewoon echt wel een zomers kettingje is natuurlijk. Door al die kraaltjes en zo. Wat ik wel altijd merk is dat kettingjes van bijvoorbeeld een Kruidvat of de Hema echt het hele felle lichte zilveren hebben. Wat wel snel verkleurt. Dus hier zou ik echt zeker niet mee douchen of een keer parfum opspuiten of zo. Maar ik vond dit wel echt een hele leuke ketting om weer in de zomer te gaan dragen. Een heel cute kettingje eigenlijk. De ketting die ik hier om heb. En deze is van de Pieces. En hier zat geen bedeltje aan deze lange ketting. Maar daar heb ik zelf een bedeltje aan gedaan. Omdat ik het wel heel leuk vond om daar ook iets aan te hangen. En deze zit gewoon helemaal aan elkaar. Dus het is gewoon drie kettingjes aan één slotje. En deze combineer ik dus heel vaak met zo'n basic trui. Om het toch even wat meer wat leukers te maken hier, zeg maar. En dan als laatst deze twee kettingjes. Die heb ik pas geleden ook gekocht. Ik weet even niet meer hoe die webshop heette. Maar die webshop stopte er ook mee. Vandaar dat ze eigenlijk al hun sieraden zo goedkoop mogelijk kwijt wilden raken. Dus ik heb hier ook echt heel weinig geld voor betaald. Maar ze stopte ermee. Dus ik kan hun ook niet meer linken, want ik denk dat hun website ook niet meer bestaat nu. Maar het is eentje met een bedel met een sterretje erin. En eentje met een bedel met een hartje erin. En die hebben een beetje hetzelfde patroontje in het bedeltje, wat het juist heel leuk maakt om deze samen te dragen. En dit waren dan al mijn kettingen. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden om naar te kijken. Dat je misschien inspiratie hebt opgedaan naar leuke websites of webwinkels of instashops. Om ook leuke sieraden te kopen. Laat er zeker even achter waar jij je favoriete sieraden haalt. Of je favoriete kettingen. Want ja, ik heb natuurlijk nooit genoeg kettingen. En wie weet kan ik dan even daar een kijkje op nemen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video. Doei doei!